Wat is jouw restafval waard? Tijdens de Wereldhavendagen kan je erachter komen. Zo zet AVR bijvoorbeeld jaarlijks 1,7 miljoen restafval om in energie en grondstoffen. Wist je bijvoorbeeld dat wat je hier achter me ziet straks belandt in stoeptegels? Welkom bij AVR. Dit is de plek waar we met 450 man werken. Wat is jullie rol in de haven? Nou, we verwerken hier restafval. En dat zetten we weer om in energie en grondstoffen. Tijdens de Wereldhavendagen zijn wij speciaal geopend. En dat is behoorlijk bijzonder. We geven bezoekers een kijkje in onze keuken. En zoals je kan zien, die keuken is enorm groot. Bezoekers nemen we mee in de wereld van restafval naar energie, grondstoffen, stoeptegels, elektriciteit. En wat wel behoorlijk tof is, is dat je in 45 minuten echt een kijkje in die keuken krijgt op de fabriek met ervaren rondleiders. Dus ik zeg boeken die hap. Betekent Energize voor jullie organisatie? Nou, wat we hier doen, elke dag weer, is ons uiterste best om restafval 100% waardevol te maken. Kijk, uit jouw restafvalzak halen we bijvoorbeeld stadswarmte. En dat leveren we weer aan Rotterdammers bijvoorbeeld. En die kunnen van één afvalzak, restafvalzak, kunnen zij 7 keer douchen. Maar je kunt ook van die restafvalzak kun jij je mobieltje opladen. En zelfs kunnen we uit bodemassen, dus dat wat nog overblijft na verbranding, daar kunnen we nog stoeptegels van maken. Je restafval zorgt er dus onder andere voor dat je in de winter je verwarming aan kunt zetten. Nou, 29 graden gaan we nu niet doen. Of dat je je mobieltje kunt opladen. Ooit gedacht dat het nog zoveel op zou leveren? Ik niet in elk geval.